Kelno Forswijk heeft een nieuwe kunstschool geopend om talentontwikkeling bij voornamelijk jongeren te stimuleren. De jonge kunstenaar, die door het leven gaat onder de naam Kelly's Art, gelooft sterk in het beste te halen uit anderen. Vorming van kunstenaars op verschillende vlakken geniet prioriteit bij de nieuwe kunstschool. Suriname heeft genoeg talent, dat is één. En niet iedereen is bereid om hun talent, om hun gaven tot hun talent te ontwikkelen. Dus ik dacht, ik sta met mijn eigen kunstschool om de jongeren een push te geven. Ik vind dat we misschien meer aandacht aan sport vooral kunnen schenken. En ook aan, dus er zijn verschillende talenten, zangtalent ook. Maar ik vind dat we zeg maar meer moeten gaan focussen op de jongeren vooral om ze beter te vormen. De kunstenaar wil gestelde doelen behalen met het bieden van gratis trainingen aan belangstellenden in het binnenland en overige instanties die zich de kunstschool niet kunnen permitteren. Aansluitend hierop wil hij ook internationale samenwerkingen op kunstgebied aangaan en zo Surinaamse kunst naar een hoger niveau tillen. Nola Hateman die doet het goed en ik wil de volgende zijn die het ook zo goed gaat doen als Nola Hateman. Nou, aan de jongeren wil ik zeggen, als je een doel voor ogen hebt, ga ervoor. En als je vooral talent hebt, want ik hoor het vaak, mensen zeggen, ik heb geen talent. Iedereen heeft een gave, maar niet iedereen is bereid hun gave te ontwikkelen tot hun talent. Wat vaker gebeurt, misschien speelt hij, misschien is zijn talent voetbal. En jij misschien volleybal, maar omdat hij het verschopt met voetbal, dan ga je dat ook willen doen. Wat niet voor jou is, gaat niet van jou worden. Dus wat jouw talent is of wat jouw gave is, zeg maar, iedereen heeft een gave, maar probeer je talent te ontwikkelen. Probeer je gave te ontwikkelen tot je talent. En iedereen heeft een gave, maar dat hoor ik vaak genoeg. De kunstenaar zegt dat uitbreiding van de kunstcultuur prioriteit moet zijn bij ontwikkeling van de kunstschool.